We zagen ze bij de bestorming van het Capitool in de VS. We zagen ze op het Museumplein. En we zagen ze misschien ook wel tijdens de rellen die ontstonden in Nederlandse steden na invoering van de avondklok. In westerse landen is een groeiend wantrouwen jegens de politiek. Wat deze mensen beweegt, dat willen we natuurlijk allemaal weten. En er is iemand hier die daar onderzoek naar doet. Diepgaande gesprekken voerde hij met zijn cultuursocioloog Kjell Noord. Zij zit naast mij. Goedemiddag. Hoi, Kjell. Ik begon even over deze drie events achter elkaar in een rijtje. De laatste is eigenlijk de rellen die in Nederlandse steden uitbraken. Is dat iets waarbij jij dan als cultuursocioloog op het puntje van je stoel zit ook? Ja, ik vind het natuurlijk wel heel boeiend om te zien wat er allemaal gebeurt. Alleen waar mijn eigen onderzoek vooral van waarde voor is, is meer voor het begrijpen van wat er gebeurt. Wat er is gebeurd bij de bestorming van het Capitool bijvoorbeeld. Ja. En niet zozeer wat er nu gaande is in de steden in Nederland. Want waarin verschillen die gebeurtenissen van elkaar? Ja, als je kijkt naar de bestorming van het Capitool, dan lijkt dat wel geworteld in diepere gevoelens van onvrede met de politiek in Amerika. En ook heel erg sterk gelieerd aan Donald Trump in dit geval. Ja. Waar de rellen die je nu ziet in de Nederlandse steden, ja, die hebben daar op een gegeven moment niet meer zoveel mee te maken. Dan gaat het meer om het relschoppen voor het relschoppen. En dat is dan meer een vraagstuk voor criminologen, zou ik zeggen. Ja, maar als we daar nog heel eventjes bij blijven, het zou zomaar kunnen dat er wel ook gevoelens van onvrede jegens de politiek zijn, ja, toch? Ja. Niet zo heel erg raar om te veronderstellen. Ja, nee, maar dan vind ik zelf bijvoorbeeld vooral interessant om te zien wat de mensen beweegt die gaan protesteren bij het Museumplein in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. En niet zozeer de mensen die nu besluiten om echt te gaan rellen en winkels te plunderen bijvoorbeeld. Ja, want hoe is het gesteld met het vertrouwen in de politiek? Laten we even bij Nederland beginnen. Ja. Wat we zien in Nederland, het wordt gemonitord door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die hebben burgerperspectieven waarin ze het politiek vertrouwen in Nederland monitoren. En die meten het op een schaal van 1 tot 10. En je ziet dus dat het politiek vertrouwen in Nederland al jaren fluctueert tussen de 5 en 6. Dus dat is niet heel goed, ook niet heel slecht. Ja. En het beweegt zich daar een beetje tussen. Ja, en is dat wel eens een 9 geweest bijvoorbeeld? Nou, niet dat ik weet sinds ze dat monitoren, ja. Maar het fluctueert echt gewoon tussen 5 en 6 en het lijkt soms iets toe te nemen, dus gewoon eigenlijk het politiek vertrouwen kan iets toenemen, maar dan is het vooral interessant om te kijken naar de verschillen tussen groepen bijvoorbeeld. Ja, maar dat gaan we zo doen, maar bijvoorbeeld jaren 50, 60, 70 was er toen veel minder vertrouwen in de politiek? Nou, daar heb ik zelf geen inzicht in. Nee. Oké. Nee. Wat denk je? Daar ga ik een uitspraak over doen, okay, als ik dat niet weet. Dit wordt een gesprek vol nuances. Dat mag ook. Over die achtergronden van die groepen. Waar liggen die verschillen? Is het iets wat zich aftekent tussen rijk en arm? Mm-hmm. Tussen hoogopgeleid, laagopgeleid, jong, oud, randstad, provincie? Ja. Uit mijn eigen onderzoek. In mijn eigen onderzoek zie ik dat het langs allerlei lijnen zie je dat het verschilt. Dus bijvoorbeeld oudere mensen hebben iets meer vertrouwen in de politiek dan jonge mensen. Religieuzen hebben iets meer vertrouwen in de politiek dan niet-religieuzen. Vrouwen hebben iets meer vertrouwen in de politiek dan mannen. Maar de grootste kloof die ook al heel erg veel bestudeerd is en waar ik zelf ook onderzoek naar doe, is de kloof tussen opleidingsgroepen. Dus dat we zien dat lage opgeleiden minder vertrouwen in de politiek dan hoge opgeleiden. Ja, hoe groot is dat verschil? Dat is wel substantieel, ja. En is dat, kun je iets zeggen over hoe dat komt? Nou, er zijn allerlei verklaringen voor. En in de literatuur zijn er eigenlijk twee dominante verklaringen. De eerste is dat, die zegt eigenlijk dat lage opgeleiden minder vertrouwen hebben in de politiek, omdat ze minder politieke kennis hebben. Dus dat zou dus zeggen dat ze de politiek minder goed kunnen begrijpen, waardoor ze, ja, dat leidt tot allerlei frustraties, waardoor ze minder vertrouwen hebben in de politiek. Een andere verklaring zegt dat lage opgeleiden het financieel zwaarder hebben en dat ze daardoor de politiek ook schuldig bevinden voor hun economische positie. En dat ze daardoor minder vertrouwen hebben in de politiek. Maar onderzoek laat ook zien, en ook mijn eigen onderzoek, dat er wel een groot gat tussen lager en hoger opgeleide in politiek vertrouwen overblijft op het moment dat je dus rekening houdt met die twee verklaringen voor met politieke kennis en de economische positie van iemand. Ja, en dat gat wilde jij gaan dichten? Ja. Ja. In ieder geval begrijpen. Ja, en waar sta je in die poging? Ik heb de gesprekken die ik met lage opgeleide heb gehouden, heb ik afgerond. Ik heb met 26 politiek wantrouwende lage opgeleide burgers heb ik gesprekken gevoerd, ja, over de politiek. Hoe vind je die eigenlijk, politiek wantrouwende lage opgeleide burgers? Op allerlei plekken. Op Facebook, Gele Hesjes Nederland bijvoorbeeld, ja. PVV-pagina, SP-pagina, mensen uit mijn eigen kring die ik ken en dan via kom ik weer bij mensen. Dus zowel linkse mensen, rechtse mensen die
actief zijn, mensen die helemaal niet actief zijn, mensen die helemaal niet misschien geïnteresseerd zijn in de politiek. Dus ja, je vindt ze op verschillende plekken, maar het is wel vaak moeilijk om mensen dan bereid te vinden om mee te doen aan je onderzoek. Ja, als je ze eenmaal zover hebt, zijn het dan leuke gesprekken? Het zijn wel heel leuke, interessante gesprekken. Ja. Want? De insteek is wel dat ik mensen heel erg vrij uit laat praten over de politiek. Dus ik vraag gewoon, het ging vooral over politici dan in het bijzonder. Welke politici vind je goed? Welke politici vind je minder goed? En dan laat ik mensen gewoon zelf vrij uitspreken. Om uiteindelijk te zien wat hun politiek wantrouwen, waar dat nou eigenlijk over gaat dan. Ja, en dan is dat gat in die kennis te dichten met de inzichten die je dan verkrijgt. Als je specifiek richt op lager opgeleide, dan is het denk ik vooral belangrijk om eerst even te begrijpen waar dan volgens mijn onderzoek dat wantrouwen door komt. Wat ik eigenlijk zie is dat heel veel lager opgeleide een sterke gevoelens van afstand hebben tot veel politici. En dan gaat het dus over een culturele afstand. Dus het idee dat de politici ver afstaan van de levenswereld die zij hebben en hun werkelijkheden eigenlijk. Ja. Er zijn drie aspecten die daarbij in het oog springen. Dus de eerste is dat de mensen die ik heb gesproken, die hebben het idee dat politici niet sensitief zijn voor hun leefwereld, dus waar zij mee te maken hebben. De tweede is dat zij ook het idee hebben dat politici ze zien politici als mensen die op een heel andere manier spreken dan dat zij zelf doen. Dus waar ze zelf zeggen dat ze heel direct praten, veel meer daadkracht daarmee ook uitstralen, vinden ze dat politici vaak heel politiek correct zijn. En ook op een heel erg, eigenlijk om de hete brei heen draaien. Ja. En het derde aspect wat heel erg in het oog sprong is ook het idee dat politici op je neerkijken. Dus de mensen die ik heb gesproken, die hebben het idee dat politici neerkijken op hun politieke interesses, politieke standpunten, hun levensstijlen. En dat ze dus zich daardoor ook minder waardig zouden voelen. Ja, in een van de stukken die ik las van jou had je het over Sigrid Kaag. En volgens mij over de keuze die zij wat betreft studie of zo aan het maken was. Hè? Klopt ja. Dat? Ja, Sigrid Kaag wordt door heel veel door deze mensen wel gezien als het toonbeeld van eigenlijk elitisme. Snobistischer wordt het niet. Ja. Ja. Ja, het is wel zoiets waar D66 volgens mij wel heel bewust. Ja, want wat was het? Wat was hier dit had iets met dat ze kon tussen Cambridge, Oxford. Ja, ze kon kiezen tussen Cambridge, Exeter en Oxford volgens mij. En dat waren de grote dilemma's in haar leven. Dat presenteerde ze als een heel grote dilemma. En dat is iets waar heel veel mensen in ieder geval die ik heb gesproken, die zich daar niet toe kunnen verhouden. Ja, als ik jou zo hoor vertellen, snap ik het eigenlijk wel een beetje. Nou, vanuit hun perspectief snap ik het. Kijk, het is vooral, ik wil niet zeggen in hoeverre zij gelijk hebben bijvoorbeeld. Ik vind het vooral belangrijk dat dit zijn gevoelens die zij hebben. Mm-hmm. En dat zijn gevoelens die heel erg belangrijk zijn voor hun politieke, hoe zij aankijken tegen de politiek en tegen politici. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die drie aspecten die ik heb benoemd. Als je kijkt naar de eerste, niet sensitief zijn voor de leefwerelden. Dat hangt heel erg sterk samen met het idee dat politici niet echte volksvertegenwoordigers zijn. Dat ook het beleid dat vanuit politici komt, dat niet een beleid is wat van toepassing is op hun leefwereld. Als het gaat over die communicatiestijlen bijvoorbeeld, dan gaat het heel erg samen met het idee dat politici ook niet dat ze een beetje daadkracht missen en dat ze misschien ook helemaal niet integer zijn. Omdat als je op zo'n manier praat, dan heb je misschien wel iets te verbergen. Hè? Dus dat idee van die perceptie van afstand en die perceptie van het idee dat politici niet op een duidelijke manier praten, dat dan hangt voor hen heel erg logisch samen met allerlei andere visies van hen. Ja, maar jij zegt het is niet mijn doel om te bepalen of ze gelijk hebben of niet. Waarom doe je het onderzoek? Ik doe het onderzoek omdat het wel het opleidingsgat in politiek vertrouwen, dat is wel iets wat heel erg veel wordt bestudeerd. En daar hebben heel veel mensen mening over. In hoeverre dat bijvoorbeeld schadelijk is voor onze democratie. In hoeverre die kloof gedicht zou moeten worden. Mm-hmm. Dus het heeft wel degelijk... Geef eens antwoord op die twee vragen. Het heeft wel degelijk maatschappelijke relevantie. Ja, maar is het schadelijk voor de democratie? Ik denk dat het als je vanuit democratische principes dat iedereen zich vertegenwoordigd moet voelen in de politiek, is het natuurlijk wel iets wat je niet zou willen moeten willen. Ja. Ja, nou ja, goed, bij mij kroop ook een beetje het gevoel, er is de afgelopen jaren, je zou kunnen zeggen sinds Pim Fortuyn, maar ook al daarvoor, heel veel aandacht voor de gewone Nederlander. Ja. Volgens sommige mensen wel eens wat te veel aandacht voor de gewone Nederlander. Je zou kunnen zeggen dat het helemaal niet mogelijk is om die kloof te dichten en om die gewone Nederlander, Henk en Ingrid, hoe je ze ook gaat noemen als eikpersonen, uiteindelijk te bedienen of ter wille te zijn. Ja, nou, als je het hebt over de media bijvoorbeeld, het is inderdaad echt een hot issue. Hè? Dus het is echt zo dat de media besteedt er heel erg veel aandacht aan. Mm-hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen dat is eigenlijk ook opgekomen op het moment dat de media misschien de opkomst van Pim Fortuyn en toch wel die gevoelens van onvrede die leven in de samenleving, dat ze die meer over het hoofd hebben gezien. Want sindsdien is dus ook Sociaal Cultureel Planbureau heeft ook die burgerperspectief geïntroduceerd waarin ze het politiek vertrouwen monitoren. Dus het is inderdaad zo dat
Het is inderdaad een hot issue en er wordt heel erg veel aandacht aan besteed. Maar dat betekent niet dat die gevoelens van mensen onterecht zijn. Omdat het dus wel degelijk heel erg belangrijk is voor de manier waarop zij de politiek beleven. Ja, nou staan we een beetje in een periode. En misschien is dat is wel vaker, denk ik. Maar nu is dat heel erg voelbaar, waarin groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja. Elite versus het volk. Letterlijk gewoon geknok in de straten. Mm-hmm. In hoeverre ben jij optimistisch over het voeren van een gezonde dialoog en het met elkaar het zien te rooien? Nou, ik denk wel dat als je het dus hebt over de kloof tussen in de samenleving in het algemeen, dus in het geval in het onderzoek wat ik doe tussen laag en hoog opgeleide, dat is wel echt een hele diepe kloof. En het is wel heel erg moeilijk om dat te dichten. Dan moeten mensen dus ook bereid zijn om echt in de standpunten van een ander zichzelf in te leven. Mm-hmm. De ander weer echt te gaan zien als mens die ook standpunten heeft die misschien ertoe doen. En wie moet daar nou het meeste bereid voor zijn? Zijn het de politici die wat meer hun best moeten doen? Of de elite, om het maar even zo te zeggen? Of zijn het de mensen die jij spreekt waarvan je denkt, ja, kom op joh, je kan zelf ook wel eens eventjes niet gelijk in die rol schieten waar je nu in schiet. Ja, nou, ik ga geen uitspraken over doen van wie zich het meest moet gaan inspannen om die kloof te dichten. Waarom niet? Ik denk dat is aan mensen zelf of ze dat willen of niet. Ik doe onderzoek naar de gevoelens die leven onder die mensen. Maar als politici natuurlijk geïnteresseerd zijn in het dichten van die kloof, dan zouden ze met mijn onderzoek in de hand kunnen kijken van wat kunnen wij doen om iets meer toenadering te zoeken tot deze laag opgeleide burgers. De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. 3 tips volgens Kjell Noordzij. Hier komen ze. Nou, 3 tips. Wat ik zelf heel erg interessant vind om te gaan zien tijdens de aankomende verkiezingen, is eigenlijk de rol ook die onvrede gaat spelen. Dus die culturele afstand tot politici, in hoeverre politici zelf daar gebruik van gaan maken. Je ziet nu al bij gevestigde partijen zoals het CDA, wordt Pieter Omtzigt echt naar voren geschoven als iemand die uit Twente komt, weet wat er speelt in het leven van het volk. Hij heeft al verwezen naar de politieke elite in Den Haag als de Haagse kliek. Iemand als Lilianne Ploemen is nu partijleider van de PvdA. Zij wordt stevast geïntroduceerd als de dochter van de melkboer. Dus in die zin is dat dus ook iets wat politici zelf kunnen. Het is gebruiken. Een beetje potsierlijk toch ook om telkens maar weer die neiging om dat volkse op te willen zoeken. Als mensen deze mensen die voor wie dat heel erg belangrijk is, die gevoelens van culturele afstand. Ja. Als ze die kloof willen dicht tot die mensen, dan is dat wel iets waar. Denk jij dat het werkt? Van kunnen maken. Ik denk wel dat het kan werken. Ja. Ik denk bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de opkomende partijen, die zeggen juist heel erg van de gevestigde partijen die kunnen die kloof helemaal niet dichten. Mm-hmm. Dan heb je het over JA21, Splinter, Lijst Henk Krol, Code Oranje. Code Oranje heeft bijvoorbeeld ook, die zet zich heel erg in voor meer vertegenwoordiger van het lokale geluid binnen de Tweede Kamer. Dat willen ze gaan doen. Ze introduceren ook de term ombudspolitiek. Dat definiëren ze zelf als een het luisteren naar goede ideeën van het gezonde verstand van mensen die niet zozeer lid zijn van jouw partij. En om dat meer te vertegenwoordigen in Den Haag. Ja, dat wilde Rita Verdonk ook. Hè? Dus in die zin, je krijgt telkens van herhaling van zetten. Ja. Wat me nou verbaast aan, als je kijkt naar de afgelopen jaren of decennia, de figuren die erin slaagden om op enige wijze die kiezers aan te spreken. Ja. Dan hebben we een soort van een iemand uit Limburg met een soort aristocratische blonde kuif. Een homoseksuele dandieske professor. Ja. En een koorbal uit Leiden die naakt op een piano. Nou, naakt in de branding en op een piano, niet allebei tegelijk. Maar in ieder geval, het zijn niet bepaald de volkse types, toch? Nee. Die je zou verwachten. Waarom slaan die nou wel aan bij de mensen die traditioneel wat meer wantrouwen tegen die politiek hebben? Ja, nou ja, ik benader het iets anders. Ik denk dat er zijn natuurlijk mensen die zeggen van hoe je eruit ziet, doet er eigenlijk niet toe op het moment dat jij die interesses en de belangen van die kiezers maar vertegenwoordigt. Maar de gesprekken die ik dus heb gehouden met deze politiek wantrouwende, lager opgeleide burgers, die laten eigenlijk zien dat het eigenlijk wel heel erg toe doet wat jij zegt. Dus iemand als Thierry Baudet, ze geven wel aan van ja, dat zou wel iemand kunnen zijn, waarbij ik een beetje het idee heb dat hij wel weet wat er in mijn leven speelt, maar toch noemden ze hem expliciet een twijfelgeval. Ze zeiden, ik vind hem toch eigenlijk iets te sterk een korpsbal. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Klaas Dijkhoff, is ook zo'n voorbeeld, die wordt in heel erg veel delen van het land, van mensen die ik daar heb gesproken, gezien als toch heel erg elitair. Best geklede politicus is die volgens mij geweest. Maar als je dus kijkt naar mensen in Noord-Brabant die ik heb gesproken, die associëren hem bijvoorbeeld weer heel erg sterk met Brabantse mentaliteit. Carnaval, ze zei van ja, ik vind hem wel iemand die misschien langs de deuren komt om te vragen hoe het met mij gaat. Dus het gaat dus ook heel erg om de referentiekader die mensen hebben. Ja. Dus bijvoorbeeld in Noord-Holland hadden ze het veel vaker over iemand als Mona Keijzer, iemand die dan uit Volendam komt. Dus het gaat ook heel erg over de manier waarop mensen dan kijken naar die
die politici vanuit hun eigen referentiekader. Ja, ik kapte jou eraf toen je eigenlijk bezig was met een aantal tips in aanloop naar die Tweede Kamerverkiezingen. Hè. Maar nog even daarop terugkomend, wat zou jij ze in de campagne bijvoorbeeld adviseren? Is het ouderwets weer met opgestroopte mouwen het land in? Wat Thierry Baudet heel veel doet en deed. Ja. Jesse Klaver had natuurlijk zijn tour waarbij hij met opgestroopte mouwen avond aan avond voor volle, ook in zalen zoals deze, in popzalen stond, mensen toestond te spreken. Mm. Wat zou je adviseren? Nou, ik denk dat als politici geïnteresseerd zijn in het dichten van deze kloof, dan moeten ze, dan kunnen ze bijvoorbeeld benadrukken wat ze hebben gedaan buiten de politiek. Hè, los van hun politieke bezigheden, waar komen ze vandaan? Lilianne Ploemen, bijvoorbeeld dochter van de melkboer. Ze kunnen ook grotere, meer sensitiviteit tonen voor de leefwereld van lager opgeleide bijvoorbeeld. Dus het gaat over de manier waarop je praat. Geert Wilders wordt wel gezien als iemand die echt de taal van het volk spreekt, of de taal van de straat. En als het gaat over de verkiezingscampagnes bijvoorbeeld, dan de mensen die ik spreek, die hebben gezegd dat ze dat politici mensen zijn die wel tijdens de verkiezingen op de markt komen kijken met hoe het met je gaat, maar daarna blijven ze weg. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat GroenLinks zegt, dat GroenLinks heeft die huis-aan-huis campagnes. Dat is een campagne waarbij ze langs de deuren gingen en dat niet alleen maar deden tijdens de verkiezingen, maar ook daarna. En zij hebben gezegd dat hun verkiezingsoverwinningen van de laatste jaren, nu is dat volgens mij wat afgevlakt, maar dat daar wel aan heeft bijgedragen, omdat ze meer zichtbaarheid hadden in de wijken. Dus dan zou je kunnen zeggen van ja, ga dan iets vaker bij de mensen langs en laat vaker zien dat je meer diep in de samenleving staat. Ja. We hebben het nu over opdrachten eigenlijk aan politici of kandidaatpolitici. Als we mogen afsluiten met één opdracht aan die wantrouwende Nederlanders. Mm. Wat zouden zij meer kunnen of moeten doen? Ik wil niet zeggen wat zij moeten doen. Zoals ik al zei, ik denk dat dat weer terugkomt op de boodschap van leef je in andere mensen. Kijk naar wat hen drijft. En probeer meer begrip te krijgen voor andere standpunten. Leef je in de manier waarop andere mensen naar de wereld kijken en probeer dat die dialoog met elkaar aan te gaan.